We wisten het al een tijdje dat je aan boord was bij ADO Den Haag. Nu de handtekening gezet. De zekerheid is binnen. Ja, zojuist getekend voor 1 jaar. En eigenlijk ben ik hier al, ben ik hier nu al bijna 3 weken. En ja, is het nu helemaal definitief. Maar eigenlijk was dat 2,5 week geleden ook al zo. Hoe is de weg van Woudestein naar hier verlopen? Eigenlijk best prima. Het is een grotere club vergeleken met Excelsior. Direct dat ik hier binnen ben gekomen, goed opgevangen door de jongens. Een aantal jongens kon ik al van de jeugd aftallen waar ik in heb gespeeld. En eigenlijk is dat best wel soepel verlopen. Waarom koos je voor ADO? Of had je meer opties? Waarom ik voor ADO heb gekozen is omdat ik in het verleden heb ik al samengewerkt samen met de hoofdtrainer Alfons Schoenendijk. En ondanks dat ik in mijn periode onder hem bij Excelsior niet voor het eerste elftal ben uitgekomen, had ik wel een heel goed gevoel bij zijn manier van werken en de manier van omgaan met elkaar. En hebben we eigenlijk altijd wel contact gehouden en ben ik zo bij ADO Den Haag terechtgekomen. Want het is natuurlijk wel een keuze waarbij je weet dat in die groothuizen er is, dat Robert Swinkels er nog is. Dat zijn wel dingen die je denk ik meeneemt in je keuze. Ja, zeker. Het verhaal is heel duidelijk. Ze hebben 2 goede keepers. Ik kom er als derde erbij. En laten we het uitvechten met z'n drieën. En ik weet waar ik moet beginnen. En dat is ook dat is duidelijk, dat is afgesproken. En nu is het aan mij om te laten zien wat ik in petto heb en met die gasten lekker te gaan knallen hier. Vorig jaar hadden de jongens de uitdaging, ik wil tweede keeper zijn, dat eerst. Is dat ook jouw eerstvolgende doel? Je moet altijd stapje voor stapje. Je kan niet van 3 naar... je hebt afgelopen jaar gezien dat alle 3 de keepers een minuut in de Eredivisie hebben gemaakt. Dus wat ik zeg, we moeten met z'n drieën gewoon lekker gaan knallen. En zorgen dat degene die speelt in het weekend, dat die er klaar voor is. En zelf moet ik zorgen dat ik me van mijn beste kant laat zien. En dan hoop op een mooi seizoen. Toen Tim Koremans hier was, toen hadden we het met hem over, er moet wel een keer een eentje komen in die seizoengids. Hè, achter eredivisiewedstrijden. Dat moet jouw ultieme doel zijn. Zeker, dat lijkt me wel, ja. En dat is ook een mooi doel voor dit seizoen. Om minuten te gaan maken in de eredivisie als die kans daar komt. En voordat die kans daar komt moet ik zorgen dat ik keihard train. Fit blijf. En gewoon laat zien wat ik kan. Want ik begon met zekerheid en dat is het ook. Hè? Je kan maar beter aan boord zijn van een club. Ik bedoel, er zijn genoeg spelers werkloos. Zeker. Ik denk als je kijkt naar de afgelopen zomer hoeveel keepers er nu nog zoekende zijn naar een club. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik ben hier wel bij ADO, een grote club, een mooie club in Nederland. Afgelopen jaar 7e in de competitie geworden. Dan ben ik echt heel blij dat ik bij een club als ADO nu heb mogen tekenen inderdaad.